ho, Jack! Ho, 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 ho! Ik ben nu op een hele andere locatie. Look at you! Je hebt in dit hotel dus een glazen hotelkamer. Ryan en ik hebben een probleem, want onze koffers zijn te zwaar. Hoi, lieve allemaal. Superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe week... Hey, mama! Hi! Naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ga zo eventjes onderweg naar Daphne toe, want die heb ik echt al een tijdje niet gezien. En ik moet echt weer eventjes met haar bijkletsen. Vergeet zeker niet om alvast een blauw duimpje omhoog te doen op deze weekvlog. Superleuk dat je weer kijkt. We hebben vanochtend onze nagels laten doen bij Chanvrie Nail Bar. Ik heb zwart met roze folies en het lijkt nu dus een beetje marmerachtig. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet verwoorden, maar in ieder geval, het is dus met folies gezet. Ik ben er echt ontzettend blij mee en ik vind ze echt heel erg tof. Lekker opvallend en glimmend. I love it. En dit is natuurlijk mijn eerste begin van mijn vlog met mijn super lange haren. En ik ben er echt verliefd op. Ik kan er echt naar blijven kijken in het schermpje. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon recht naar jullie kijken. Ik ga dus eventjes naar Daphne toe. Mama die was net eventjes aan het stofzuigen. En ze is nu eventjes wat dingetjes aan het uitzoeken. Aan het opruimen geloof ik. Aan het rommelen weer. Ik ga mijn jas pakken. En dan ga ik er vandoor. Inmiddels ben ik weer thuis. Het was echt super gezellig bij Daphne. We hebben lekker bijgekletst en een theetje gedronken. Oh, wacht. Ho, Jack. Ho, 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 ho. Oh, yo. Ik had de deur opengelaten. En hij ging bijna naar buiten. Wow. Maar als deze buiten komt, dan gaat het dus helemaal mis. Want hij terroriseert de hele buurt. Ik ga nu even samen met mama. Hier is ze. Mijn bed verschonen. Want die ligt al vier dagen zonder dekbed overtrek. Dus dat gaan we nu eerst even doen. Nee, je bed opmaken. Ja. Het is toch bed verschonen, opmaken. Nee, beetje schoon heb je al gedaan. Oké, het is al gewassen, maar we moeten het nu alleen nog opnieuw opmaken. Ja. Dus dat gaan we nu doen. Zo, mijn bed is weer lekker helemaal opgemaakt en netjes en schoon. Voor de mensen die het afvragen, mijn bed komt van Emma Matras. Dit slaapt echt fantastisch lekker. Ik heb er ook hoofdkussens bij, die zie je daar liggen. En de bokspring is dus van Emma Matras. Dekbed en het matras zelf. Dus ik heb een heel bed van Emma Matras. En zij zijn ook... Oeh, dat is mijn timer. Ik had een kaarsje aangezet. Die mag 2 minuten aan. En die moet ik nu uitblazen en dan komt er een lekkere geur vanaf. Ga deze op. Deze heb ik voor kerst gekregen van pap en mam. Maar zij zijn ook uitgeroepen tot het beste matras en bed van Nederland. Dus ik kan het bevestigen. Het slaapt echt ontzettend lekker. En ik ben er in ieder geval echt heel erg blij mee. Dus ben je nou nog op zoek naar een nieuw bed? Dan kan ik je zeker een matras aanraden. Voordat jullie gaan verder kijken naar de dinsdag van mijn week, wil ik eventjes iets heel erg leuks aan jullie laten zien. Ik heb namelijk een tijdje geleden iets superleuks besteld op Lidl-shop.nl. Dat is dus vandaag binnengekomen. En wil ik heel graag met jullie delen. Ik ben hier samen met Jorn. En wij hebben dus een opblaasbare bank en een stoel besteld van het merk Krifit. Dit is dus de bank en we zijn nu de stoel aan het opblazen. En daarbij hebben we ook een... box. Een box, inderdaad. En deze geeft dus licht. Hij staat nu aan, zoals je kan zien. Dit is de felste stand. Hij heeft ook een minder felle stand. En zo gaat hij dus uit. Turn the music on. Er komt dus echt heel goed geluid uit. Wij gaan nu eerst even de stoel opblazen, want ik ben dus heel erg benieuwd hoe die dus is als die opgeblazen is. Het voelt al echt lekker. We hebben hem opgeblazen en meneertje zit er al in hoor. Hoe zit hij? Ik ga zelf ook eventjes plaatsnemen in de troon. Oh. Oh, wow, dit zit echt super chill. Dit is dus natuurlijk echt ideaal voor op het strand of op de camping. De lekkere dagen beginnen er nu natuurlijk eindelijk weer een beetje aan te komen. Dus hier kunnen wij optimaal gebruik van maken. Lekker chillen op het strand. Omdat we toch wel heel erg benieuwd waren naar de lounge sofa, hebben we die ook maar gelijk even opgeblazen. En hoe ligt die? Heerlijk. Nou, hij ziet er ook wel echt heel comfortabel uit. Maar hij ligt comfortabel. Dit is echt top voor op de camping of op het strand en dan dat boxje met dat lampje. Oh jongens, let trouwens niet op mijn fashion. Dit is fashion. Zo, kijk, met het lampje als het donker wordt. Zo. Lekker hè? Prima. Lekker lounge.
Ja, kijk of ze zitten kan je, maar ze zitten hier erop. Ik kan zo gewoon zonnen op het strand zo. Ja hoor. Dat is echt super lekker. Kijk, we hebben geen handdoeken meer nodig. Hey, pak hem zo in. Nou, wat was jongens? Het is vandaag dinsdag en Jorn is er ook. Ja, ja. Ik ga vandaag voor het eerst in mijn leven mousseutaart maken. Puur omdat ik daar gisteren echt ineens heel veel zin in had, want Jorns moeder kan die dus echt super lekker maken. En ik dacht er gisteren ineens aan en ik dacht, oh, ik heb er echt trek in. Dus ik ben gisteren de ingrediënten gaan halen en ik ga het dus vandaag maken. En Jorn, ga je assisteren of niet? Nee, ik ga eerst Game of Thrones even kijken. Oh, oké. Jorn gaat eerst Game of Thrones even kijken. We gaan beginnen met de koek. Rapsen. Nou, Mel? Denk zo. Mario! Ja, perfect. We hebben net de boter gesmolten. En dit moet je dan goed doorroeren. Oeh, ruik je dat? Lekker man. Oké, nu ziet het er zo uit. Dit wordt dus de bodem. Oké, ik sta nu dus buiten in het schuurtje. Ik ben helemaal vergeten de taart verder te filmen. Want Jorn die moest iets doen voor zijn werk. En ik ben toen zelf verder gegaan met het maken van de taart. Dus zelf ook niet meer kunnen filmen of iets. Maar het is nu avond en papa en mama weten niet dat ik taart heb gemaakt. Dus ik ga hem nu als verrassing laten zien. Oeh, hij ziet er wel echt heel... Mousseutaart. Wow. Zo. Lekker. Ja, lekker, hè? Mag ik zo mijn vinger erin doen of niet? Nee, dat is zonde. Met een bastonje onderlaag van bastonje koeken. Ga jij een lekker stukje afsnijden dan? Heerlijk. Ja, lekker. Ja, hè? Met thee. Ja. Het is vandaag woensdag en ik loop samen met papa en mama in Amsterdam. We zijn nu namelijk onderweg naar het Krasnapolskyoto. Ja. En daar gaan we dus met z'n drietjes voor het eerst culinair dineren. Ja. Het is een zesgangenmenu. Met dus allemaal culinaire hapjes. Vijf tot zes. En we hebben dat dus nog nooit met z'n allen gedaan. Dus het is voor ons allemaal nieuw en een verrassing. Ja. Dus we gaan ons laten verrassen. Het is in de White Room. Daar zijn mama en ik geweest met Friends of the Brands. Dus dat is sowieso een hele mooie locatie. En het eten schijnt ook heel lekker te zijn. We gaan nu naar binnen. Een dun geslijmd vakantiepakje deeg. Vul met een crème van gerookte makreel. Wat je net zag was ons allereerste gerecht. En ik was echt gelijk helemaal verbaasd. Want het zag echt zo super gaaf uit. Mama zei dat het een soort van koud vuur was. En daardoor rookte het dus heel erg. Maar wow, ik heb echt nog nooit zoiets gezien. En het zag er echt super vet uit. We hebben nu hier het volgende hapje alweer. Dus die gaan we lekker opeten. Kijk ook eventjes hoe mooi deze kamer eruit ziet. Met die kroonluchters. En dat wit met goud. Zo super. Doordat ik zo verbaasd was door alle gerechten, ben ik dus eigenlijk vergeten het een en ander te filmen. Maar we hebben nu het dessert met de koffie. Dit zijn dus allemaal kleine desserthapjes. Heel cute. Je kan mijn taart van gisteren niet tegenop, zeker. Wat vonden jullie er eigenlijk van? Dat heb ik helemaal niet meer laten zien aan mijn kijkers. Dit was heel erg lekker. Dit is wel even een bootje hoog. Ja, ja. Nee, daar moet ik jullie wel gelijk in geven. Ik moet inderdaad eerlijk zeggen dat dit wel echt 10 keer beter is. Misschien wel 100 keer dan mijn taart. Maar ja, nog eventjes blijven oefenen en dan kan ik ook een Michelinster achter mijn naam gaan. Het is vandaag donderdag en ik zit samen met mama in de auto, want wij zijn namelijk onderweg. We zijn er wel intussen al naar Hilversum, want hier hebben wij de boekpresentatie van Bas van Teylingen, want hij heeft namelijk een boek uitgebracht dat heet Help, mijn kind zit op YouTube. En die wordt dus vandaag gelanceerd. Dus daar zijn wij nu onderweg naartoe. Het is ongeveer nog 5 minuutjes rijden en dan zijn we er. Nee, ik wil het boek gewoon aan je overhandigen. Doe dat dan. We gaan gewoon het boek aan jou overhandigen, ja, Bas. We wilden hem eerst even door de midden scheuren. Maar het schijnt dus echt het eerste exemplaar zijn. Ja. Zo zitten we gisteren nog heel culinair te eten. En waar zijn we nou weer beland, jongens? Verschilletje. Is even een wereld van verschil dit. Maar dit is ook wel lekker. Alleen moeten we zeggen dat Mac natuurlijk niet op kan tegen het culinaire eten van gisteren. Want dat is natuurlijk wel echt een kwaliteit. Zo, we hebben een lekker burgertje met frietjes en kipnuggets. Eet smakelijk. We hebben een nieuwe burger. Hebben jullie een nieuwe burger? Welke dan? De Bacon Clubhouse. Oh, en die chicken tenders. Dat zijn dus deze. Ja, dat zullen we niet nieuw zijn, toch? Oh, het zijn er 3. Ja. Nice. Eet smakelijk. En toen was ik ineens heel ergens anders. Ik heb het afgelopen weekend niet meer gevlogd omdat ik een festival had samen met mijn familie. Ik ben nu op een hele andere locatie. Het is vandaag maandag. En ik ben met... Oh ja, het is dinsdag! Het is dinsdag! Wow,
Ja, het is dinsdag inderdaad. Maar dat komt omdat er gisteren paas is geweest natuurlijk. Ja. Het is vandaag dinsdag. En jullie horen misschien al met wie ik ben. Marije! Want wij zijn namelijk in Ibiza! Want Marije lanceert namelijk samen met Sasha Shoes haar eigen schoenencollectie. En dat vieren we dus op Ibiza. En ik mag daarbij zijn. Marije is even bezig met de make-up. We gaan straks even lekker ontbijten, want het is nog best wel vroeg. Ja, maar je moet even vertellen dat wij om 3 uur op moesten. Ja, nog eerder. Ja, we moesten. Mijn werken ging inderdaad om 2:30 vannacht. Want we moesten dus om 4 uur op Schiphol zijn. Ja. En ik moest daar dus nog heen rijden met de auto. Parkeren. Ik was wel op tijd. Je was zeker. Ik was op tijd. Dus ja, het was een vroegje. En het is nu, hoe laat is het, even kijken? 11:30. Dus we hebben nog een hele dag voor ons. We gaan eerst lekker eten. En dan gaan we daarna kijken wat we verder nog gaan doen. Ik ben hier trouwens niet alleen met Marije. Ik ben hier ook met Isa D, DeLorean, Romy en Iris Amber. Dus we zijn met een super gezellig, leuk clubje meiden. En we gaan er 2 hele leuke dagen van maken. Visa! Yes! Zo, we hebben lekker eten. Eet smakelijk! We zijn nu eventjes lekker fotootjes aan het maken. We lopen nu in het stadje en we zijn eventjes frozen yoghurt gaan halen. Kijk eventjes naar deze kunstwerkjes. Gaan we dit wel überhaupt allemaal opkrijgen? Ik heb sowieso honger. Oh, dit ziet er wel echt heel lekker uit. We zijn aangekomen in het Paradiso Art Hotel. Kijk al die leuke pastelkleuren. Look at you! Met de mooie schoentjes. Ik heb de same one. Twinning. Dit zijn denk ik mijn favorieten. Ja, ik vind deze ook echt zo vet. Ja, ze zitten ook echt heel lekker. Ja, echt. En ze crease ook niet zo als je dit doet. Nee, en met die kettingjes aan de zijkant. Love it. Je hebt in dit hotel dus een glazen hotelkamer. En deze kan je dus gewoon gratis voor een nachtje boeken. Maar hier is zeg maar de ingang. Dus daar lopen allemaal mensen voorbij. En dan is hier gelijk je hotelkamer. Maar je kan dit dus gratis boeken. En wow, dit is wel echt sick. Ik denk wel echt dat dit een hele speciale ervaring is. We zitten nu in de taxi, want het is tijd voor... Dinner. Some food! Cheers! Cheers. Op Marije! Op Marije! En Sasha! Het is vandaag woensdag en ik sta in de hotelkamer samen met Marije. Wij gaan vandaag dit mooie hotel alweer verlaten helaas. Maar we hebben nog wel een lekker hele dag hier in Ibiza. De zon schijnt volop. Het is strak blauwe lucht. Kijk eventjes hoe pretty. Zo mooi. Dit is onze woonkamer. Ja, dit is de keuken. Alles is retro. We hebben een retro koelkast. Maar we gaan door naar de badkamer. Oké. Okay. Ik ben een kamerplant. We hebben ook echt een mooie plant, hè? Ja, we moeten even water hebben. Dit is onze bedroom en dit is de badkamer. Oh, kijk mijn schoenen in de spiegel, in de douche. Ja, dit is onze badkamer. Echt super cute. En dit was onze slaapkamer, maar het is nu een beetje... Het is nu echt, ja. Melanie is een beetje wild in de slaap. Nee. Nee, als je dit op beeld ziet, waar jij geslapen hebt, lijkt nu echt een ravage. Nou, maar kijk, die lampjes zijn zo cool. Ja, en we hebben palmbomen bij ons hoofd. Echt maar cute. Nu gaan we weg. Nu gaan we weg. We zijn nu dus bij Blue Mar in Ibiza. En dat is dus een strandtent. Het is hier echt super mooi en het weer is echt top. We hebben een strak blauwe lucht. En kijk eens eventjes. Je ziet hier de super mooie zee. En we gaan hier dus straks eventjes lekker een cocktailtje drinken. En dan gaan we verder met de roadtrip. Want we zijn dus vandaag aan het roadtrippen door Ibiza. En dat vind ik natuurlijk super leuk, want ik ben zelf nog nooit op Ibiza geweest. Dankjewel voor jullie een mooie roadtrip gemaakt vandaag. We zitten met z'n allen weer in het busje. De boes. En we gaan nu onderweg naar een heel mooi uitkijkpunt. Ik ben er nog nooit geweest. De meeste van jullie wel. Marije, jij niet toch? Nee. Wij zijn de enige die er nog nooit geweest zijn. Dus ik ben heel benieuwd. Het schijnt heel mooi te zijn. Dus we gaan het zien. We zijn er! En het is echt super mooi. Super mooi. Wauw. We zijn hier dus even lekker aan het lunchen en er staan allemaal visgerechten klaar, zoals mosselen en octopus. Marije is alles aan het proberen en ze vindt mosselen heel lekker. Al ijs op Marije. Maar ik ga toch echt even overslaan. Nu de octopus. Go for it! Gewoon in één keer zo. Oh my god. Oh nee. Ik kan het ook echt niet. Nee, niet doen. Het is echt lekker. Niet doen, de lor. Echt lekker.
Chicken? Ja, is lekker. Is chicken? Dat moet echt naar kip. Ja. Nee. Nou, wij zijn even over, hè? Oh, ja. Dat is echt niet mijn ding. Nou, maak het verruimd. Hallo? What is going on? Ik zeg net toch dat je moet wachten, jongen. Want ik ken het nog niet langs. Kom maar. Blijf maar onder de tafel zitten met je Max. Hé, hey, Marije! Waar kom jij nou vandaan? Jij ook hier? Inmiddels zijn wij weer op het vliegveld. Wat is zwaarder? En Marije en ik hebben een probleem, want onze koppers zijn te zwaar. Ze zijn te zwaar, onze koffers. Nee, ja. Voor mij is het 13 of zo, en voor jou is het 12. Dus ik vind het 10-10. Ja. Ik ben helemaal buiten adem. Ik heb net mijn koffer helemaal van daar naar hier gesleept. Oh ja, en trouwens, jongens, ik heb een spul op mijn lip gedaan. Want ik voelde een koortslip aankomen. Dus ik heb het gelijk eventjes verzorgd. En hier antibiotica en kremmetje zalfje gehaald. Maar we moeten nu dus even kijken of we aan 10 kilo kunnen komen bij allebei. Anders moeten we bijbetalen. Ik heb dus mijn schoenen eruit gehaald. En mijn koffer komt gewoon alsnog op 13,5 kilo. En dat is gewoon zwaarder dan wat hij net, aangaf. 9,5. Ja, oké, okay, maar nu niet voor mij nog. Ik moet ook een half zijn. Nu niet voor mij nog. Ja, rot op. Ik had die dinner niet uitgehaald. 11,5. God! Ja, laptop. Ja, nou, jongens, we made it! We zijn er doorheen. Uiteindelijk had ik 9,5 kilo. Dus we hadden gelukkig van dit. Huh? Ik kom echt niet op het woord. Is het nou, we hadden niet te weinig, we hadden niet te veel, maar we hadden gewoon precies het goede. Neutraal. Uiteindelijk. Maar we hadden gewoon precies het goede. Waarom heb jij je schoenen hier? Ja, die mochten dus niet meer in mijn koffer. Ze dachten, ik doe ze maar met ons. Ja, kijk, ik heb ze hier aangehangen. Ik dacht, ja, dat is makkelijker in plaats van 50 euro bijbetalen. Ja, dat is wel waar. En we zitten bij de Burger King, hoor. Hey. Lekker. Ik was deze vlog aan het editen en ik zag dus dat ik hem nog helemaal niet had afgesloten. Dus dat wil ik bij deze eventjes doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vond je hem nou leuk? Vergeet dan zeker niet om eventjes een blauw duimpje omhoog te doen op deze video. En wil je meer van mij zien? Dan kun je je abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik voor nu tot heel snel bij de volgende video. Doei!